Dames en heren, welkom allemaal bij een gloednieuwe video. En aan de titel te zien van deze video ga ik een CrossFit Challenge doen. Ik ben namelijk niet alleen, ik ben hier met Wiege, a.k.a. Vibes, a.k.a. mijn teamgenoot, a.k.a. de beste, a.k.a. Jens, Lode en Priya. En natuurlijk El Gianni Boy. We gaan rondje per rondje doen. Degene die gewoon in een bepaalde ronde niet op de lat weet te schieten, die gaat gewoon rondje staan. En voilà. En op een gegeven moment, als we in een 1v1 situatie terechtkomen, dan zal de winnaar met 20 euro naar huis gaan. Oh, wel. Succes, succes, succes en natuurlijk succes, man. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Oké, okay, nice. 1-0, let's go. Rock, paper, scissors. Ja, wat is dit? Jij mag het eerste. Mijn tweede naam is Cristiano. Nee, dat is hij niet, hoor. Oh! Top erop! Nee! Kom op. Bijna! Helemaal niet! Helemaal niet goed gewoon. Mijn naam is Tom Beugelsdijk. Kom erop! Wat? Nee! Oké. Hey, de twee mensen die... Ik vind, man. Ik heb 10 jaar aan de jeugdopleiding van Feyenoord gezeten. Ik ben talent. Op 10 vast. Oh! Bijna! Ik ben, ook al zie ik er niet uit als hem, ik ben Pogba. Je moet je ook een beetje nonchalant schieten. Oh! Wel de curve, maar nee, helaas niet gaan. Ze noemen mij ook wel Theo Jans uit Meppel. Theo Jans uit Meppel. Oei. Ik vond het niet leuk om het er één keer te doen. Maar twee keer vind ik wel goed eigenlijk. Oh! Net. Hey, ik heb moeilijke tegenstanders, man. Vergeet niet even te abonneren. Ik wil echt niet als eerste eruit gaan, man. Dat vind ik het belangrijkste. Ja. Dat ik niet als eerste ga. Nee, ik werd afgeleid. Oei. Het is leuk geweest, drie maal scheef, hè? Ja, gaat ook zo uit niet zijn. Ik ga naar huis. Nee! Dat is een minpunt, man. Dat is een minpunt. Daar ging niet naartoe. Je weet wat ze zeggen, vier maal scheef rechts. Ja! Oh. Ja. Hij hitte hem. Hij hitte hem. Oh, nee! Eens die gekwalificeerd aan de... Ik raak hem. Oh. Hey. Yes! Oké. Anders hadden we allemaal nog keer. Dus, degene die afvalt in de eerste ronde is Vibes. Oh, je hebt al te vaak doen, meten. Ja, bro! En deze guy schiet gewoon net in één keer raak. Oh. Alido! Ah. Oh nee, ik ben ook zo scheef! Druk hem maar. Voor de team, ouwe. Druk hem maar. Ik ben minderjarig, kijk uit wat je zegt. Oké, je komt er redelijk goed mee weg. Ja. Round number 2. Wat wil ik het zien? Ik ben een ervaren latraker. Nogmaals, mijn tweede naam is Cristiano. Bro, deze gaan eerst van de grond. Nee. Muziek! Het was niet slecht. Net zo goed ik in één keer raak, ga ik nu eventjes weer doen. Dus als ik het weer doe, even sub op mijn kanaal. Top. Oh, oké. Oh, de lat. Ik hou gewoon mijn mond dicht. Ik mis dat spreek, zodat het spannend maakt, toch? Nee, joh. Oh, wat is dit nou? Dat was niet best. Helemaal niks. Hey, netjes goed. Ja. Meneer, mag als u de wal. Heel mooi. Ja, ik ga de lat aan. Oei. Oei. Oké, boys, hetzelfde trucje. Mijn naam is Tom Beugelsdijk. Nee. Netjes. Nee. Weer Tom Beugelsdijk. Ja, babos. Kom op. Nee. Kut. Ja.
It's a 1v1 situation right here, right now. Boys, wat is dit? Ja, man. We praten niet veel. Auw! Ja, ik heb mis. Wat ga je nou doen? Het loopje. Nee. Ik moet het gewoon doen voor de gang, voor de team, voor everything. Als je deze raakt, moet je liken, 100%. Deze raakt, moet je inderdaad en liken en abonneren. Kom aan, hè? Kom op. Oeh, net te zacht, net te zacht. Ik heb echt het gevoel dat we zo door een ruit deze schiet. Gaat niet. Maar hij is ook gewoon een trein of zo. Sorry, man, gang. Ai! Oh, mijn linkerbiel, man. Kanus. Oei. Oké, dat viel mee. Het viel mee. Die komt net op een goed plekje. GG's. Ronde nummer 3. Kojo. Senne, a.k.a. Priya en Jens. Nee. Oh. Oei. Hi boys, ik ga het even snel afmaken voor jullie. Mijn naam is Tom Beugelzijk. Nope. Oké. Het ging allemaal net iets te lang te duren. Dus dan even mijne maken. Nee. Netjes hoor. Geen druk. Ik heb geen druk. Ik ken geen druk. Oh, that's hot. That's hot. What the fuck? Wow! Bro! Was zo! Maar dit is erg hoor. Come on man. Doden. Ja. Hoe voel je je? Goed. Ongelooflijk. Wat was dat voor een pegel dan? De volgende gaat erop. Ja, ik weet het niet. Oh! Nee. Snel vragen hoe het met je gaat, man. Ja. Hoe gaat het met je, bro? Het gaat prima. Bro, je hebt 2 goede pegeltjes ontvangen, maat. Ja, jij gaat het nog wel zien, jongen, coach. Je gaat gekikt worden, man. Wacht maar, jongens. Nou, jongens, jullie zitten in een 1-1 situatie. Jullie zitten in de finale. We hebben natuurlijk Kojo en we hebben natuurlijk Priya. Ja, succes. Degene die wint, krijgt €20 van me. En may the best man win. Waar staat hij aan? Ja. Finale, jongens. Loopje. Ik heb een loopje. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Wat? Zo doen we dat. Dit is letterlijk no cap, de first try. Holy shit. Als ik dit verlies, ga jullie me nooit meer terugzien op Instagram. Ongelooflijk, man. We hebben gewoon een winnaar. We hebben een winnaar. Je bent gewoon de winnaar van de crossbar challenge. Ja, dat voelt wel goed. Maar dit voelt eigenlijk beter dan normaal. Want niemand had vertrouwen in mij. Oké. Okay. Toen ik hem eerst keer hitte, was ik een one-hit wonder. Maar nu hit ik hem gewoon elke keer. Ziek, ouwe.
Ik ga nog eentje doen voor de sier. Kijk, oh, je gaat er nog eentje doen voor de sier. Stop op je hoogtepunt, jongen. Stop inderdaad op je hoogtepunt. Wat? Door die raak. Ah, dit gaat echt helemaal erg, hoor. Don, kom op. Ja, ja. Oké, okay, nice try. Oh. Niks aan de hand. Nou, hopelijk hebben jullie ervan genoten. Ja, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken tot dusver. Vergeet de video natuurlijk niet te liken. Vergeet ook zeker niet te abonneren. En ja, jongens, willen jullie misschien nog even jullie socials vermelden, zodat mensen jullie kunnen vinden? Het Fiepsco op Twitter, man, je weet me te vinden. Ik heb mijn eigen YouTube channel, genaamd Jens, gewoon mijn naam. Dus vergeet zeker niet even te checken en te abonneren. Volg Psycho ook even, Psycho eSports, Twitter, Insta, alles, kan je ons vinden. Volg en de winnaar! Volg mijn Twitter even, Coachjo met 2 W's. En mijn Insta, Coachjo met 1 W. Nou, jongens, dat was het. Nogmaals, openlijk hebben jullie ervan genoten en peace! Later! Later, boys! Later!